Volgens mij hebben wij de eerste 6 wedstrijden weer 4 ploegen uit de top. Ja, so be it. We moeten ze toch spelen. En nogmaals, ik heb zoiets dan maar liever in het begin. Henk Vrees, wat mij opvalt, de eerste training is geweest. En of het nou 30 graden is of min zoveel. Je hebt altijd hetzelfde, altijd trainingspak, lange broek, lange mouwen. Waarom is dat? Ja, gewoonte. Ik heb geen andere verklaring voor gewoonte. Ik ben een mens van gewoontes, denk ik. Hoe is het? Want de eerste training is weer geweest. Je hebt er eigenlijk niet echt een zomerstop gehad. Misschien ook een beetje gek geweest, maar nieuw tenue, de nieuwe spelers zijn er. Voelt het wel als nieuwe start? Het zijn wel aparte omstandigheden. En dat blijft het gewoon ook. Maar het is wel een nieuwe start. En de jongens zijn wel degelijk vrij geweest. Ik heb echt in nauw overleg met hun ook gekozen voor een bepaalde opbouw. Hè. We hebben gekozen voor 10 dagen trainen, een weekje vrij. 10 dagen trainen, een weekje vrij. 2 weken vrij. En dus wat dat betreft zie je ook dat we meteen op een bepaald niveau kunnen beginnen. Dus ik denk dat we daar gevoelsmatig heel veel winst mee hebben gepakt. Maar ja, je weet zelf aan het einde zal dat zich aantonen of dat echt zo is of niet. Bepaald niveau beginnen? Heb je het competitieschema gezien? Ja, dus wat dat betreft is het de goede keuze geweest. Ja, als ik er naar kijk, is het, moeten we zorgen dat we absoluut klaar zijn. Ja. Ja, dan is de eerste wedstrijd tegen Ajax thuis. Vorig jaar was het Feyenoord uit. Dan denk je misschien, het kan niet moeilijker. Hè? Ajax thuis, als je dat even met elkaar vergelijkt. Ja, kijk, uiteindelijk, je moet al die wedstrijden moet je spelen. En je kan allerlei theorieën erop loslaten. Als in, zij zullen in het begin ook niet zo zijn als dat ze misschien halverwege het seizoen zijn. Dus je probeert hier en daar allerlei voordelen daaruit te halen. Maar dat het zwaar is, dat is duidelijk. Volgens mij hebben wij de eerste 6 wedstrijden weer 4 ploegen uit de top. Ja, so be it. We moeten ze toch spelen. En nogmaals, ik heb zoiets dan maar liever in het begin. Ja, maar je kan natuurlijk wel. Dan heb je straks misschien 1, 2, 3 punten na 6 wedstrijden. Dat is toch, dan is het toch een valse start, zeg maar. Ja, nou ja, kijk. Voor het gevoel? Het gevoel, absoluut. Maar je weet, het seizoen is lang. Aan de andere kant, ik weet ook dat er zat mensen in paniek kunnen raken. Hè? Als je over zo'n scenario spreekt. Ja, daar heb ik weer geen invloed op. Ik moet die wedstrijd spelen. Dit is de indeling. En wij zorgen gewoon dat we klaar zijn daarvoor om zo optimaal mogelijk te presteren. Hoe staan jullie ervoor? Ik denk dat we wederom weer een ploeg bij elkaar hebben die gretig is. Die bereid is, maar ook gedisciplineerd is. En niet onbelangrijk, ook heel veel plezier uitstraalt. Ja, volgens mij is dat zijn dat hele belangrijke zaken in de sport. Ja, toch wel wat ingeleverd ook met Ache en met Davisoglu. Die was al een tijdje weg, maar ben je niet bang dat je goals moet gaan zoeken, zeg maar? Twee aanvallers erbij gehaald, maar moet me afwachten of dat... gaan die samen spelen? Hoe ga je dat invullen? Nee, maar kijk, het is denk ik inherent aan... ik denk de afgelopen jaar hebben we ook weer... zelfs toen ik begon, keukenkampioen-divisie, hebben we eigenlijk op een gegeven moment na de winter 11 nieuwe spelers staan ten opzichte van het team daarvoor. Ja, je weet dat dat de realiteit is. En ik denk ook dat we aan de andere kant 80% van de ploeg is gebleven. Dus er zijn wel een aantal zaken herkenbaar. Ja? En degene die we erbij hebben gehaald, dat zijn jongens die ook meteen zich aanpassen. Dus nogmaals, vooraf, en ik weet dat dat zegt niet zo heel veel, denk ik niet dat we er heel veel minder op geworden zijn. Nou, misschien moet je wel anders spelen met Lennarty en Cargoes. Dat zijn natuurlijk wel andere type spelers dan je gewend was hier in de aanval. Ja, nou ja, kijk, het is duidelijk. Het systeem zal niet zo heel veel afwijken. Want zij kunnen uitstekend uit de voet in dat systeem. Maar zij hebben andere specifieke kwaliteiten. Dus daar ga je wel gericht naar kijken, ja.